Hallo YouTube, welkom terug bij Bloemen Doe Je Zo. Vandaag heb ik eindelijk Franse tulpen kunnen regelen. Dat is altijd grappig. Ik had de zaterdag waar ik de bloemen haalde, had ik heel toevallig, ben ik langs gegaan. En de dag dat ik daar niet werk, haalt die Franse tulpen. Terwijl ik er al, ik denk al 4-5 weken voor vraag. Leg van even daar. Franse tulpen, ja, het klinkt misschien, ja, mensen die het niet weten, het zijn eigenlijk gewoon, ja, gigantisch lange tulpen. Mooie knikken die maken. Ja, ze staan ook wat langer en ook vaak ze verkleuren. Je hebt sommige soorten die beginnen heel licht. En die beginnen heel donker van kleur. En die verkleuren dan naar licht. Of juist ook weer andersom. Je hebt bijvoorbeeld maureen. Die begint groenig. Die gaat over naar zalm. En als die uitgebloeid is, is die wit. Nu is het bij een Franse tulp wel zo. Je kan er geld op inzetten, want ze groeien altijd. Maar in dit geval hoort dat juist bij de tulp. Als ik de naam staat achter me, ik weet nog steeds niet of het is of nou Avignon is of Avignon. met dit soort vazen, dit is een vaas die ik mijn vader voor me geregeld. Ik ben er erg blij mee. In dit geval vul ik hem heel erg met groen, want dan heb ik een beetje een soort steekmedium. Normaal kan je, laten we zeggen ook een blok oase kan je onderin stoppen. Of als je heel, weet dat, als je er nog een oude over ervan hebt, een hele grote ijzeren prikker, kan je er ook in stoppen. Maar in dit geval heb ik dat allebei niet. Dus ik ga gewoon lekker vergroen. Dus ik heb voor het vullen ledenvaren en een beetje voor, nou ja, en vullen. En voor de sier eucalyptus. Is het weer potlood eucalyptus? Klein excuus voor vorige week. Mijn computer die is overleden. Tenminste, nu doet hij het weer, maar mijn computer was overleden. Dus helaas, de aflevering van vorige week, ik heb hem wel. Ik ga hem dadelijk, als ik met deze klaar ben, ga ik hem nog in elkaar zetten. En dan komt hij misschien op een donderdag komt hij online. Nou zeg ik daarin natuurlijk dat dan dinsdag de bloemen er staan. Maar in dit geval met dat arrangement dus niet. Zo. Ik zou eigenlijk een paar backup afleveringen moeten maken. Even kijken. Maar het voordeel is natuurlijk met eucalyptus. Het ruikt heerlijk. En in dit geval kan ik er lekker de vaas ermee vullen. Nou, ik heb wel een klein probleem. Ik heb septemberkruid ook meegenomen. Maar volgens mij heeft dat een klap van de kou gekregen. Want het blad begint dood te gaan. Dan stop ik het er wel in. Maar ik haal het eruit als het arrangement naar review gaat. Het is gewoon niet, ik denk niet dat het houdbaar is. Ik heb weer vruchtenstakken. Ik heb in deze keer twee bossen genomen. Vooral omdat natuurlijk het vult lekker en net als met dat groen, het geeft je een lekkere basis. Nou heb ik hier natuurlijk Franse tulpen voor gekozen. Dit wordt prachtig. Ik heb hier natuurlijk al nou Franse tulpen voor. Maar je kan natuurlijk dit ook vervangen met lelies of als je het, laten we zeggen, meer met de herfst. Of tenminste, met richting, ik wou zeggen kerst, maar als je, laten we zeggen, een ander seizoen maakt, kan je, laten we zeggen, ook bijvoorbeeld amaryllissen kan je erin stoppen. Je kan er, noem het eens, gewoon mooie, grote, lange bloemen. Een paar mooie heliconia's kan zoals ook nog. Dit soort vazen, als je hem ziet, het is een hele uitdaging om hem op te maken. Maar als je hem ziet, zou ik hem wel meenemen, want het is echt, eens in de zoveel tijd moet je hem gewoon maken. In dit geval had ik hem dus in de planning. Want dit is de tweede keer dat ik hem opmaak, sinds dat ik hem heb. En dit stond gewoon op de lijst wat ik graag wilde doen voor deze afleveringen. Deze vaas opmaken met Franse tulpen. En dan ben ik heel blij, nou ja, bij de hand. Ik schik eerst al mijn bijmateriaal. De Franse tulpen, ja, het is een beetje, ze zijn heel lang. En ze groeien natuurlijk als een gek, maar hoe meer takken je hebt in je vaas, hoe makkelijker je kan prikken op waar je ze wil hebben. Je zag het net met die twee prunestakken. Ze gaan eigenlijk alle kanten op, omdat ze eigenlijk nog niet echt ergens in, nou ja, vastzitten. Dan kan je dit soort dunne takjes kan je erin prikken. Je kan ook bijvoorbeeld, als je het niet met groen wil doen, kan je ook, laten we zeggen, twee van dit soort takken nemen. Die dan helemaal vertakt zitten en die dan ook wat dieper erin prikken. Want dan krijg je dus meer, hou vast in het arrangement. In dit geval laat ik die twee, dan laat ik wat langer, want diegene die ik als eerste inprik, die is een heel eind langer. Nee, laat maar zitten. Als ik die eruit ga halen, dan valt het hele arrangement in stukken.
Ja, die hele kleine takjes, ja, je kan ze erin prikken. Zo. Nou, deze keer, net als altijd, komen de bloemen weer bij Martin Dijkstrom bij Schotplein vandaan. Zo. Zo, dat gaat de eerste Franse tulp. Ik probeer die takjes even op te rapen, dat scheelt mij opruimen. Ik probeer ze eigenlijk een beetje, ze zijn een beetje krom gegroeid vanaf de zaterdag. Dus ik probeer ze wel zo netjes, zo recht mogelijk erin te zetten. Maar ze gaan toch alle kanten. Dus op zich kan je ze ook gewoon wat schever erin zetten. Probeer wel, als je dingen erin prikt, probeer altijd naar het midden te mikken. Als je dan vraagt waarom, na verloop van tijd, net als met een boeket, krijg je dat korenschoof. Nou, kan ik het met deze vast niet doen, maar soms heb ik wel eens met dit soort arrangementen, dat dan na verloop van tijd, dat dan het bindpunt, dus waar eigenlijk waar je hand zou zitten als je dit in je hand zou schikken, is dan bijna gewoon korenschoof. Tenminste, het steekpunt hier is dan in het midden heel netjes. Zo. Nou, kom op, doe wat ik wil. Het wordt wel prachtig. Over een paar dagen dan zijn de tulpen wat meer op kleur. En aangezien het bij BeFew best warm is overdag, denk ik dat die prunus vrij vlug open gaat. En zo niet, Franse tulpen staan bijna anderhalf tot twee weken. Dus ik denk niet dat het een probleem zal wezen. Zo. Maar ik ben echt blij dat hij ze toch had, hoor, de Franse tulpen. Ik ben er echt zelf heel erg fan van. Ik probeer er ook elke keer als ik ze ziet om een bos mee te nemen. Niet om mezelf in mijn gezicht te slaan. Maar om er gewoon elke keer weer wat moois van te maken. Het is een wat duurder tulp. Dus heel veel mensen hebben zoiets, ja, ik vind hem dan vaak vinden ze hem te prijzig voor wat ze denken, of voor wat ze er zelf van denken. Natuurlijk met een normale tulp. Maar neem ze één keer. En je wilt ze elke keer hebben. Ik zeg ook, ze staan wel iets langer. Ze staan, laten we zeggen, een normale tulp. Nou ja, in een koele ruimte staat vaak, nou ja, anderhalf, twee weken. Als je hem niet op te veel water zet. Franse tulpen kunnen het dan zelfs ook gewoon tot twee, tweeënhalve week blijven staan. Als ze maar niet op te veel water staan en gewoon niet te warm. Ik heb een heel warm huis. Ja, dan zijn ze vaak wat eerder weg. Voor mij heeft deze groeifout erin zitten, joh. Huh, lol. Zo. En dan steek ik deze hier al. Oh ja, tot een korte. Daar ga ik deze erin proppen. Ja, ik heb een paar. Hier weet ik helaas de Latijnse naam niet van. Maar ik weet dat het een. Ja, in de bloemenwinkel, tenminste in de stal, heb ik ze altijd gewit als Black Tie. Maar ik ben even vergeten wat de daadwerkelijke naam daarvan is. Dat gebeurt wel eens op. Ben ze eigenlijk vergeten te drukken. Ik ga er even eentje in prikken om te kijken of het wat is. Ik heb ze gepakt voor de. Ik heb ze namelijk gepakt voor de kleur. Want die tulpen die worden na verloop tijd een beetje oranje. Nou is alles heel erg groen. Maar dan met dat hele donkere blad. Dus het steekt toch weer een beetje af. Kijk, het is niet dat ik er 8 heb of zo. Ik doe er maar gewoon 3 in. Het is gewoon net een beetje. Ja, voor de algehele kleur. En wat natuurlijk ook het grootste voordeel is, als je dan zo'n tulp hebt die heel erg hangt, kun je natuurlijk zo'n blad als dit erop naast prikken. Hou je hem toch liever wat meer groen, kan je ook eventueel aspidistra plakken. Zelf plakken. Pakken. Ja, is ook langwerpig blad, alleen ja, Black Tie staat van zichzelf iets meer overeind. Ja, dit... Ja, prik het erin. Maar eigenlijk, houdbaarheid, ik denk niet dat het lang staat. Het heeft echt een klap gekregen van de kou. Of juist, klap gekregen van de kou en dan weer naar binnen. Dus dan weer klap van de warmte. Zou ik ook niet prettig vinden. Dus ik hoop dat het blad niet verder gaat hangen. Dat de bloemetjes in, tenminste nog mooi blijven staan bij BeFew.
Ik laat ze denk ik gewoon inzitten. Ik zei net van in het begin dat ik ze eruit ga halen. Maar het geeft toch een beetje een extra charme aan de vaas. Dus ik laat ze er gewoon in zitten en ik zeg gewoon tegen de zusje dan, of nou ja, de eigenaresse, maar komt hetzelfde neer. Dat als die witte bloemetjes lelijk begint te worden, dat ze er gewoon uit moeten trekken. Ik kan altijd nog kijken of ik nog een andere septemberkruid kan vinden. Gaat geen gipskruid in. Daar ben ik echt tegen. Zo. Voor het is met dit soort fasen, je bent er heel veel, tenminste het ligt aan hoeveel je erin stopt, want hij kan, als ik heel eerlijk ben, ja, ik ben heel erg van propperiger, dus in mijn smaak, hij kan nog voor. Want je zou maar zeggen, maar ook nog verder kunnen aanvullen, wat je voor twee soorten Franse tulpen neemt, of dat je bijvoorbeeld doet tulpen met curcuma, als je die ziet, is dat best mooi, maar niet meer een zomerbloem. Ik ken er nog meer, best op je waxflowers, denk ik ook nog erg leuk. Genoeg opties. Ik hoop dat u hem mooi vindt. Hij komt natuurlijk net als altijd. Ik denk dat ik het deze aflevering 4 keer gezegd heb. Maar dat komt nu nog voor de laatste keer. Hij komt, vanaf morgen staat hij bij Beef4You. Als u nou ook zoiets als dit maakt. Of gewoon een mooi arrangement van een van mijn vorige afleveringen. Maak er een foto van. Zet hem op mijn Facebook. De mooiste komen in de afleveringen terecht. Je ziet ze nog niet. Ik heb er nog niet heel erg veel gekregen. Maar kom maar goed. Ik hoop dat u er ook weer wat moois van maakt. En ik zie u weer volgende week. Tot ziens.